Ik sta hier met Wouter Kuiper, directeur van Kubo. Nou Wouter, welkom. Jullie hebben 3 noviteiten tonen jullie vandaag. De eerste is de hoge fundatiepaal en de hoge fundatiepaal met tildoorvoer. Wat is het voordeel ten opzichte van de Het voordeel is dat je eigenlijk met de hogere fundatiepaal een kleinere kolomhoogte maakt, waardoor je onderbouw lichter kan worden uitgevoerd. En dat is gewoon een kostenprijsvoordeel. Daarnaast zijn er andere voordelen. En dat is eigenlijk met name dat je arbotechnisch veel beter uitkomt. Een fundatiepaal van beton is veel zwaarder. De volgende noviteit is het paprika tussenplantsysteem. Kun je me vertellen wat hier nieuw aan is? Nou, heel kort gezegd, paprika's is een moeilijk gewas om tussen te poten, omdat het eigenlijk alleen maar omhoog groeit en je kan het niet laten zakken. Nou, wat we gedaan hebben is de plant met een heisysteem, het jong plantje, met een heisysteem naar boven brengen, naar het licht toe. Daarvoor groeit hij tot een volwassen plant. Dan snij je het oude gewas eruit, laat je hem zakken en dan zet je eigenlijk de nieuwe paprika plant over. Waardoor je eigenlijk 6 tot 8 weken langer kan telen. Oké, dan hebben jullie nog een derde noviteit, de dubbele luchtslang. Wat ik nu niet helemaal begrijp is, meestal oude klimaatcomputer systeembedrijven zich daarmee bezig. Waarom doen jullie dit als kassenbouwbedrijf nu? Nou ja, we zijn kassenbouwer in hart en nieren. En eigenlijk wat we de laatste 5-6 jaar geleden hebben ingezet is dat we kassenbouw plus willen zijn. En omdat we eigenlijk voor in de keten zitten, als eerste speler, ook voor vragen van klanten, zijn we eigenlijk ook oplosser geworden van probleemstukken van klanten. We zoeken toegevoegde waarde. Ja. Nou, dan wens ik jullie heel veel succes met Kassenbouw Plus zijn. En ik hoop dat dat ook gaat lukken op de Hortiver. Dus we zien elkaar daar, denk ik. Bedankt.